Club ondersteboven. Slam. We gaan een gek spelletje doen, hè? Een heel gek spelletje, zoals jij dat zo mooi zei. We gaan namelijk verboden te lachen spelen. Valerio versus Tom. En nou, jullie hebben allebei grappen verzameld van onze luisteraars. En nou, jullie gaan om en om zo'n grap aan elkaar vertellen. En de ander moet dan proberen niet te lachen. En ik hou de score bij, dus ik ben heel benieuwd wie gaat winnen. Heren, zijn jullie er klaar voor? Nee, want ik ben er heel slecht in. Ik ook. Oh, nou, dat belooft heel veel goed. Dus blijf luisteren. Ja. Oké, het liefst geen muziek, Tom. Dit is een intiem moment. Ja, kijk hier. Helemaal heerlijk. Goed, Valerio, jij mag beginnen. Heb je gehoord over de brand in het circus? Nee. Het was intens. Niks aan de hand. Valerio, hoe noem je een lesbienne in een badkuip? Geen idee. Eén pot nat. Wat is het lievelingsschilderij van Michael Jackson? Ik weet het niet. Ja, Mona Lisa. Niks aan de hand. Waar koopt een koe zijn kleding? Geen idee. In een boutique. Oké. Nou, dit ga ik niet winnen. What happens when the Italian chef dies? I don't know. He passed away. Het woord pasta zat erin verstopt. Ja, ik hoorde hem, maar ik moest niet lachen. Wat is erger dan siliconenborsten? Zeg het maar. Een Tupperware doos. Oké. Ja. Goeie. Het is rood. Maar niet helemaal. Geen idee. Een bietje. Yes. Fuck. Oh. Oké, Valerio, daar gaan we. Hoe noem je een pratende wolk? Ik zou het niet weten. Een walkie-talkie. En die vond ik wel leuk. Ja, het ergste is, ik heb nu eigenlijk de leukste wel gehad. Dus als je denkt, ik vond ze net al niet leuk, nou, dan moet je voorstellen wat er nu komt. Bel ik Saddam op om hem een gelukkig 2007 te wensen. Deze grap komt ook echt uit 2007, denk ik dan. Maar goed, wat denk je? Nou? Opgangen. Nou, die vind ik niet grappig. Nee, ik snap ook echt niet dat jullie het doen, hoor. Oké, ik doe er nog eentje, hoor. Dan ben ik er klaar mee, want ik heb toch al verloren. Hoe heet de kerstman in China? Nee, geen idee. Ho, ho, ho. Ah ja. En we hebben een winnaar, jazeker. Oh. Valerio heeft gewonnen.